Ga je gezellig mee? Maar zodra ik zo meteen in beweging kom, komt hij ook in beweging. Maar ik ga even naar boven. Ik ga even de video van vandaag editen. 3 keer rijden wat wij gaan doen. We gaan naar bed. Maar ik wil even laten zien dat Ravi het echt zelf kan. Vanmiddag ook zelf naar boven kwam toen ik boven was. Oeh, hallo. Zoom, doe het even. Joho, ik ben er echt. Ja, daar ben ik. Ja, tijd voor een nieuwe camera, want deze wordt echt heel, heel slecht. Camera fouten, batterij fouten, SD-kaart fouten. Terwijl er niks met de SD-kaart is, want in de andere camera doet alles het prima. Dus ik denk dat deze echt gewoon aan zijn eindje is. En dat is niet erg, dat mag. Even het vliegje weg. Last van potgrondvliegjes, helaas. Goedemorgen, het is maandagmorgen 29 maart volgens mij. Ja, 29 maart. Het opstaan viel mee vanmorgen. Normaal gesproken heb ik altijd heel veel last van de overgangen van zomer naar wintertijd en wintertijd naar zomertijd. Maar het viel mee, ik ben op tijd gaan slapen. Ik was voor de wekker al wakker, dus dat is helemaal prima. Ik ga nog even iets aan mijn haar doen en dan ga ik aan het werk. Ik heb vandaag een gebroken dag, dus dat is op zich heel fijn. En dat kan ik heel even tussendoor bijkomen, want dat is op het moment nog even nodig. En ik ben zo stijf in mijn schouders als wat. Ik weet niet waardoor, maar het voelt niet oké. Okay. Gelukkig vanmiddag visio, dus dan kan ze daar eens even naar kijken. Ik ga in elk geval, ik zie jullie straks. Doeg! Hoi! Gaan jullie mee? We gaan met Ravi lopen. Het is inmiddels 6:30, ik was heel laat thuis. En nu ga ik de bak wegbrengen. En daarna gelijk een rondje met Ravi lopen. En het zonnetje schijnt zo lekker, jongens. Zo lekker buiten. Ravi heeft onwijs zin om te lopen. Hij is een beetje aan het niezen. Een beetje stof in zijn neus, denk ik. Maar goed, ik ga even de bak pakken. En dan kan ik jullie niet vasthouden. Maar jullie gaan in mijn zak. En dan ga ik lekker een rondje lopen. En neem ik jullie gezellig mee. Ravi, oh, kom eens hier. Kom eens. Ga maar zitten. Zitten. Goed zo. Doe maar.
Verder alles goed? Hij mee? Nou, je zag Ravi lekker rennen. Ondertussen werd ik nog gebeld aan alle kanten, dus het was nog even druk. En hij had natuurlijk buiten ook wel lekker gerend. En had niet alleen het stukje losgelopen wat ik liet zien, maar ook nog een ander stuk. En dan krijg je dus dit dan als je thuis komt. Een heel moe hondje. De oogjes willen bijna niet open blijven. Hè? Ja. Maar zodra ik zo meteen in beweging kom, komt hij ook in beweging. Maar ik ga even naar boven. Ik ga even de video van vandaag editen. En ik ga even lekker douchen. Ik ben vanmiddag bij de fysio geweest en zij heeft gemasseerd met olie. En dat voel ik aan mijn kleding. Dus dat ga ik... Oh, ik heb de hik. Daar ga ik even wat aan doen. Even voor een tweede keer frietjes gebakken. Koolraapfrietjes. Zo lekker, jongens. Maar die moest even schoongemaakt. Dus die had ik even op het aanrecht gezet. Even schoongemaakt daar. Dus die is nu klaar. En ik moet een nieuwe frietjes snijden. Want die van mij is echt helemaal af. Kijk, ik zei toch. Zodra ik in beweging kom... Komt iemand anders ook in beweging? Want Bo, de baas, mocht dus uit je buurt lopen. Hè? Je hebt nog brokjes. Je hebt nog niet alles opgegeten. Ga je brokjes maar opeten. Ga ik even douchen. Ja, ik ga nog een laatste rondje met Raaf hier. Ik kwam nu even niet los, want er liep net iemand voorbij en die heeft een loopsteefje. Laten we dat maar niet doen. Dat is een beetje de kat op het spek binden. Of in dit geval de hond op het spek binden. Ik weet niet wat hij doet, maar ik weet dat dat hondje loops is. Dus... We kijken wel even uit. Ik ga even dat doen en dan zie ik jullie straks nog wel even. Oh ja, ik heb weer nieuwe steentjes meegenomen. Dus die kom ik weer onderweg tegen. 3. Dit zijn hele kleintjes. Dus die moet ik eerst eens eventjes zorgen dat ze... Gaat alles goed, hè? Even zorgen dat ze schoon worden, want ze horen weer te zijn, maar ze zien er niet uit nu. Maar wij gaan even een rondje lopen. 3 keer rijden wat wij gaan doen. We gaan naar bed, maar ik wil even laten zien dat Ravi het echt zelf kan. Vanmiddag ook zelf naar boven kwam toen ik boven was. Ja, je kunt best trap lopen. Dus ik ga even de camera neerzetten. Dan kunnen jullie zien dat hij ook echt zelf trap kan lopen. Doe maar. Doe maar, kom maar naar boven. Goed zo. Kijk. Hij huppelt niet zo snel. Ja, ik kom eraan hoor. Nou, wacht hier. En dan gaat hij naar zijn bed. Hij huppelt niet zo snel als Puk. Die doet echt roef de trap op. Maar hij kan het dus wel. Ik ga eens eventjes hem onderstoppen en dan zelf liggen. Ik heb echt het end in de bek, zoals ze hier zeggen. Dat is, ja, dat je echt gewoon super moe bent. Het is niet anders. Maar even Ravi hier stoppen. Je hebt weer een soortje van je mand gemaakt, meneer. Ja, zullen we even de deken lekker maken? Ja, is je deken weg, hè? Zo. Kom maar, doe maar lekker liggen. Nee, ja. Oh, moeten we nog even aaien? Oh, zo, hè. Oh. Nog even knuffelen. Ja, oh, moet je nog even mijn hand helemaal schoon likken? Ja, moeten. Ik weet niet, ik heb niks gegeten, maar het ruikt lekker. Ja. Slaap lekker, ventje. Zo, lekker een dekentje over je heen. Hè. Zo, wel trusten. Ingestopt. En wel. Nou, nu doet deze camera nog weer iets raars. Dan gaat hij ineens een soort doek-doek-doek-doek geluid maken. Ik heb inmiddels een andere gevonden op Marktplaats. Maar genoeg nieuw nog. Dus dat is fijn. Ik moet even uit de kast vissen. Maar ik heb geen zin om Ravi aan de kant te schuiven. Zo. Ik ga lekker een pyjama aantrekken. Lekker liggen. Ik kom straks nog wel even bij jullie terug. Ik ben ondertussen uitstel van executie aan het kijken. Dat vind ik altijd een leuk programma om te kijken. Maar ja. Hier is de gordijntjes dus even dicht het raam. Kom.
even op een kiertje blijven. Want het wordt morgen heerlijk weer en ik zit heel dag binnen. Dat vind ik dan best wel weer jammer, zeg maar. Ja, en dan ben ik er nog weer even voor om de video even netjes af te sluiten. Iemand zei al van dat hoeft niet per se, maar ik vind dat wel zo prettig dat er een begin aan een video zit, maar ook een duidelijk eind. En sommige mensen die zullen dit waarschijnlijk skippen, want die weten wat er nu gaat komen. Maar ja, misschien zit er wel een verrassing in of een verrassing achteraan. Dat kan ook, hè. Dat doe ik ook nog wel eens, dat er gewoon zomaar ineens een extra stukje video zit wat ik niet in de video kwijt kan, maar wat ik te leuk vind om weg te doen, dat ik het achteraan plak. Dus daar kun je wel op letten als je wilt. Goed, ik ben ondertussen begonnen met editen en dus ook deze video. Dat is de video van de maandag en het is inmiddels woensdag. Woensdagochtend ben ik vrij en ik had zin om lekker even wat te gaan doen. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat u hem leuk vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Ik hoop tenminste dat je slaapt, want het is volle maan. Dat betekent veel mensen niet goed slapen. Dus ik hoop dat het je gelukt is. Ik zie je morgen in een nieuwe video. Hele fijne dag alvast. Doeg!